Yo kijkers van Lube Games, ik ben Mas en welkom terug bij deze gloednieuwe aflevering van Civilization 6 Gathering Storm. Vandaag gaan wij weer een aflevering verder spelen. In de vorige aflevering hebben wij oorlog gehad met Frankrijk. En is er nu ook een wereldcongres gaande. En er is hier een war of een emergency op Suleiman. Laten we even langs ons gaan. Om zo te zien, meer dingen er nodig, meer huizen. We hebben ook een extra era, 3 extra era score gekregen, omdat we weer een stad hebben geconverteerd met onze religie. En we drukken gewoon op next turn. En we zitten nog steeds in oorlog met Frankrijk. Wat mij misschien slim lijkt, en dat is misschien, ja, dat ga ik waarschijnlijk ook doen. En er heeft iemand een wonder gemaakt. Ik denk dat ik deze twee steden misschien nog ga overnemen, voordat Suleiman dat doet. En dan hoop ik dat goed komt. En dan gaan we denk ik door moven met onze troepen. Ik denk dat we jou even gaan healen. En ja, jij blijf maar alert staan, want die archer komt zo meteen dichterbij. Weer een emergency. Wie heeft dit dan aangegeven? Ik weet het niet, maar Suleiman is captured. Oh boys, we must resist their aggression. Nou, ik heb ook één stad van je gepakt. Dus misschien dat je straks een emergency op mij moet doen. Even kijken. Meer huizen. Dan denk ik dat we dat toch hier gaan doen. Dat we denk ik de productie ook al kunnen gebruiken. En ja, next turn. Ik denk dat we met dit legertje wel deze twee steden kunnen pakken, toch? Ik denk het wel. Dan laten we even alle units nog even healen. En we hebben hier in het zuiden ook nergens last van. Even kijken. Oh! Een emergency tegen mij! Nou ja, hier stem ik natuurlijk tegen. Next. Submit. Natuurlijk stem ik tegen. Ik hoop dat het niet doorgaat, maar... En de emergencies hebben gefaald. En wie heeft daar dan nog meer tegen gestemd? Suleiman, lekker. En Pachacuti en Frankrijk, die willen graag een emergency tegen mij doen. Oké. Nou, dan denk ik dat we de troepen al wat verder naar voren gaan moven. Denk ik. En jij gaat daarheen en jij loopt die kant op. En jij daar en jij daar. Dan kun jij daar nog ondertussen even healen. Want die stad die heeft toch... Oh, ze zijn daar wel muren aan het maken. Dus die moeten we wel binnenkort gaan aanvallen. Milletin hep ahenktar akvamı muhtelif eden. Hikmeti Süleyman'ı idrakin zaruridir. You too must possess the wisdom of Suleiman, for your nation is made of many people who live in harmony. Oké, ik denk dat Suleiman het wel een beetje met mij kan vinden. En jij wil vrede? Nee, want dan wil jij ook graag Bordeaux terug en die krijg je niet van me. Dus laten we dat even lekker niet doen. Maar ik denk dat we zo meteen al met de paarden deze stad moeten gaan aanvallen. Want voor je het weet, dan hebben ze die muur en dan... Ja, zijn we een beetje screwed, maar... Noorwegen heeft geëxpand, maar ik weet nog steeds niet waar Noorwegen zit. Even kijken, jij gaat daar staan, je pakt die traitor. En ja, jullie moeten al naar de stad toe gaan. Ik denk dat jij die kant op moet gaan. Nee, je gaat daarheen. Ja, jij loopt gewoon die kant op. En dan laten we jou nog hier, dan gaan we de volgende beurt gaan we aanvallen. En voor de rest gaat het bij de rest van de steden ook best wel decent, volgens mij. Gold per turn kan hoger, maar daar gaan we ook nog een keer naar kijken. Het is niet een provocatie naar war. Het is de surest garantie van peace. Dat is zeker waar. We hebben Naval Tradition en daarmee kunnen we weer nieuwe civics toevoegen. Alleen denk ik dat het zo wel goed is. Misschien dat we nu... Great Scientist Points zijn altijd wel handig. Want ja, Great General Points hebben we denk ik niet heel erg nodig op het moment, dus... Zo, dan valt die andere knight ook aan. Hebben we daar al wel iets van gepakt. En jij kan ook nog schieten. Dan is die stad al op ongeveer helft van zijn HP. Laten we dan voor Medieval Fairs gaan. En laten we in deze stad... Ik denk dat we het best een commercial hub kunnen bouwen voor het extra geld wat we kunnen verdienen.
En we sturen een envoy ja, naar deze, want ja, we kunnen niet naar een andere city-state. En Coupé heeft de piramides gemaakt. Oké, interessant. Even kijken, de demographics. Hoe staat dat daarmee? Niet slecht, niet slecht. Met science staan we best wel decent. Met culture staan we best oké. Domination. Ja, ik vind dat we niet slecht bij domination staan. En religie staan we op 2, dus dat is ook wel lekker. En dan drukken we op next turn. En de katapult komt dichterbij. Archer. Ja, jij kan daar misschien wel naartoe. Misschien dat je... Nou, maar dan wordt hij wel beschoten door die andere Archer. Daar moeten we wel even voor... Oh, Suleiman die is die stad aan het aanvallen. Zo te zien. Ja. Nou ja, die zal ik waarschijnlijk niet meer kunnen pakken. Dus dan denk ik dat we het hier op houden. Your promise to the French Empire to stop settling nearby. Dus the Empire has been fulfilled. Oké, ja, nou ja. Ja, schiet maar. En we hebben denk ik nu de stad als het... Nee, nog lang niet. Wat nou als ik ga proberen om... Zal ik kijken of ik deze stad kan pakken? Of ik hem misschien kan wegpakken van onze grote vriend Suleiman. Laten we hier een builder maken. En laten we hier... denk ik een haven maken. Om ook meer geld binnen te krijgen. En jij blijft dan even wachten. Jullie gaan even healen. Ja, want de katapult kan zo meteen schieten. Dus dat is top. Jij ook healen. En jij blijft daar staan. Hij is niet echt blij met me, Coupé. You pile fifth of the land and dump it into the sea. You waste and spoil the world. Oké, nou hij is niet erg blij met me zo te zien. Als ik nu zo meteen de kans krijg om zo meteen deze stad te pakken, dan zou dat perfect zijn. Maar dan moet het wel genoeg damage doen natuurlijk. Ik denk dat het gaat lukken. Ja, dit wordt hem waarschijnlijk. Make peace. No. Je krijgt geen vrede met me, want je hebt mij de oorlog verklaard. En dan moet je nu niet terugkrabben. Even kijken. Your progress towards reformed church has been advanced. Okay. Without mathematics, there's nothing you can do. Everything around you is mathematics. Everything around you is numbers. Mathematics. Nou, we kunnen nu eindelijk gaan rekenen. Top. We kunnen nu Petra pakken en movement for naval units. Nou, dat is op het moment nog niet echt aan de orde. Maar ik denk dat we deze stad hebben, jongens. Ja. Het is misschien een beetje vies, maar we hebben hem van Suleiman afgepakt. Ja. En we gaan nu ook deze stad pakken. Hoop ik. Oh, dit is... misschien met een beetje geluk, maar... kijk, dat kan natuurlijk. Dat mag natuurlijk wel, hoor. Mag ook wel een keer. Want ja, Frankrijk heeft ons best wel erg... heeft ons best wel erg dwars gezeten. En ik denk dat we deze stad ook hebben. Hebben we hem? Ja. Twee steden in één beurt. Dit is bijna gewoon... gewoon bijna heel Frankrijk ligt er bijna uit. Keep City. Zeker, we houden hem. En die andere, die houden we ook. Jeetje. dit had ik even niet verwacht dat dit zo snel ging. En technology. Eens kijken. We zitten daar. Ik denk dat... education wel handig is. En ja, we gaan hier... maak maar een monument. En hier zo doe maar hetzelfde. Next turn. Ik denk dat ik nu wel de vrede ga sluiten met Frankrijk. Want ik denk dat ik Parijs niet kan overnemen. Nee, en deze twee steden die zijn goed gedefend. Dus dat zal wat moeilijker worden. Maar dan laat ik Suleiman de rest van het werk doen. Want die is nu denk ik wel even bezig. Wij gaan vrede sluiten. Nee, jij krijgt zeker niet jouw steden... Oh! Huh? Oh, ik krijg die steden, denk ik dan, of niet? Huh? Ik wil gewoon vrede maken met je. Gewoon normaal vrede.
Oké, ik snap hem. Zij willen gold per turn. Maar ik heb al weinig gold per turn. Wat nou? Je krijgt van mij iron. Vind je dat leuk? They're already have maximum. Wil je anders horses hebben? 10 horses? Kom op, 10 paarden. Daar kun je toch geen nee tegen zeggen? Walvissen. Wil je walvissen? Oké, nou, je wil ook nog geld erbij. 100. Wat wil je er nou voor hebben? 5 gold per turn. Nee, die krijg je niet. Oké, wacht. We gaan het even opnieuw doen. Zo. Ja. Oké. Doen we dit. En, nou, we hebben vrede, mensen. We hebben vrede. We kunnen eindelijk nu, onze units, denk ik, een beetje gaan weer even wat verzetten over ons land. En dat gaan we ook zeker doen. Zo, ik denk dat de rest van jullie bij een beetje aan deze kant kan blijven zitten. Je krijgt een promotie. Doe maar tegen Fortified Defenders. En we hebben natuurlijk vrede gesloten. Oh, ik had dat eigenlijk niet weg moeten doen. Maar we hebben 2 steden gepakt en dat is heel top. En nu hebben we Frankrijk ook weer wat wat verder eigenlijk uitgedund, zeg maar. En ik zie dat... hoe heet die? Suleiman, die heeft ook al een stad overgenomen. Ik weet niet of die ook voor de hoofdstad gaat. Of Toulouse. Ik weet het niet, want zij hebben nog steeds oorlog. Dus dat is eigenlijk niet aan mij om daar wat mee te doen. Want ja, ik... Hmm, 0,7 gold per turn. Laten we een settler gaan maken. En ja, we moeten maar naar jou doorsturen, want anders weet ik het niet. City losing loyalty. Eens kijken. Ja, maar dat is ook niet raar, hè? Dat is ook niet zo raar. We moeten daar snel eigenlijk eventjes een governor op zetten. En ik denk dat dat wel handig zal zijn. Want anders krijgt Frankrijk hem natuurlijk weer. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dovreste prestare attenzione a ciò che va accade d'intorno. Credetemi, vi sono fin troppi giochini che stanno avendo luogo. Eens kijken, wat heeft ze te zeggen? You really should start paying attention to what's going on around you. There are games being played here and so many levels. On so many levels. Nou, ik moet eerlijk zeggen, volgens mij kan ik dat eerder tegen jou zeggen, want... Nou, ik heb 2 steden van je overgenomen, dus ik zit nu niet zo van... Ik snap niet echt waarom je dit zegt, maar ja, er zal vast wel een reden voor zijn. Ze is gewoon boos op me, dat is de enige reden. Ik heb 2 steden van haar overgenomen en ze zit ook nog in oorlog met Suleiman, volgens mij. Yep, dus ik denk dat we echt even moeten kijken naar een betere economy qua geld. Want we hebben nu best wel een decent production. Maar ik denk dat... Ja, want hier hebben we weer production. Ik denk dat we eerder eventjes deze stad een beetje kunnen feeden. We zetten dit op food. En we zetten dit ook op food. En we zetten dit ook op food. Next turn. We hebben nu 3 steden. Oh ja, we hebben 3 steden van Frankrijk overgenomen. Wat natuurlijk helemaal top is. En dat zal haar waarschijnlijk wel een beetje bang maken. Van ja, want we hebben nu wel 3 steden overgenomen. Even kijken. I'm hearing talk that you people want to celebrate your rule. Nice job keeping them happy. Ja, je moet toch wel wat doen, hè, om dit een beetje op orde te houden. Het is niet makkelijk. Even kijken. In deze stad kunnen we denk ik het beste een aquaduct gaan maken. Wat geeft die deer? Wacht eens kijken. Wat geeft een deer? Deer. Hallo? Civilization? Ja, there we go. 1 productie. Nou, dan gaan we hier het aquaduct maken. Ook al heb je daar wel 4 productie. Dat is wel veel. Dan denk ik dat ik hem beter hier kan maken. En dan pak jij zo meteen de deer daar. Ja. Kunnen we zo meteen al een... jij mag van mij paarden hebben, want ik kan het geld al te goed gebruiken. Kunnen wij niet zo meteen een missionaris kopen? Dat kan zeker. We hebben het feit, zo te zien, dus dan kunnen we dat denk ik wel doen. Suleiman heeft vrede gesloten met Frankrijk. Oké. En nu gaat de loyalty er weer bij, dat is top. Laten we anders een missionaris kopen. Om zo meteen
de stad van Frankrijk te invaden. Met mijn religie. Nou, dan moet jij die kant op. Laten we dan hier ook een missionaar... Oh, dat kan niet. Kunnen we er nog één kopen? Ja. Nou, dan pijpen we er even twee. Om wat religie te gaan verspreiden over de wereld. Want we staan nu op 2 met religie. Het is wel leuk om daar wel, mee vooruit te blijven gaan. Even kijken. Hak anders maar die forest om zo meteen meer productie te krijgen. Oh. Jullie. Ja, jullie moeten die kant op. Hup. Naar de hoofdstad, naar Parijs. Even kijken. Hier hadden we volgens mij... hadden we hier niet iets nodig? Population, food... We hadden hier volgens mij iets nodig. Huizen volgens mij. Of was dat amusement? Ik denk dat dit amusement was. Laten we dan daar een amusementcomplex maken. En we gaan jou laten healen. En next turn. En jij kan ook... alert staan. Nou, dan denk ik dat dit een mooi einde is voor de nieuwe aflevering van Civilization 6 Gathering Storm. Maar ik krijg nog een deal. Ja, jij mag van mij iron hebben, Harold. En dan wil ik jullie erg bedanken voor het kijken naar deze video van Civilization 6. Vond je dit nou een leuke video? Knal dan zeker even op dat duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk voor meer. En deze gaan we in de volgende aflevering doen. Later mensen.